Vertrouwen dus in de toekomst bij de grote bazen van Zeebrugge. En vertrouwen ook bij de vissers, te oordelen althans naar het feit dat er nieuwe schepen worden gebouwd. Wie al eens een klassieke stapelloop heeft meegemaakt, zal bij deze beelden toch wel even opkijken. Omdat er geen helling in de onmiddellijke nabijheid van de werf is, moeten de scheepsbouwers de nieuwe boot meter na meter vooruit trekken. Dat heel de dag in beslag zal nemen. Een werkje waarbij domme krachten, houten pannen, kabels, katrollen en ettelijke kilo's bruine zeep te pas komen. Een werkje waarbij de mens toch de hoofdrol blijft spelen. Verwondert het u dan dat die mensen weerspannig worden wanneer ze in hun bestaan zelf worden bedreigd? En nu stelt zich het probleem voor die mensen in de laatste dagen dat de domeinen deze gronden zullen verkopen. En er werd hier een proefballonnetje opgestoken, die waren van een stukje onbebouwde grond hier. Ja. En dat kwam tot 1500 frank. En nu zijn al die mensen slapen niet meer, ze durven niet uitbreiden, nietwaar. En ze vrezen van hier verjaagd te worden. Maar ondertussen, nietwaar, hebben we de nodige schikkingen genomen. We hebben dus meneer Van Damme, burgemeester van Brugge, hiervoor die zaak aangesproken. We hebben de pers hiervoor aangesproken. En we hebben nu ook zelfs een rendezvous met de minister van Financiën, om dan toch die mensen, nietwaar, die Zeebrugge elpen grootmaker hebben, dat ze niet... Dus dat die grond niet zou verkocht worden voor, laat ons zeggen, voor luxe wilde inrichtingen op te richten, maar werkelijk te bestempelen als nijverheidsgrond. En dat ze zouden de prijs betalen van de 80 tot de 100 frank. En dus geen 1500 waaraan zij nooit kunnen gaan. Absoluut, dat is het probleem. Bas! Bas! Komt eens een secondje. Zou dat niet gemakkelijker zijn? Moest er hier een helling zijn voor u? Natuurlijk, natuurlijk. En hoe komt dat die er niet is? Ah ja, dat is toch niet gehouden. Dat is toch niet gehouden. Het wat vrouwen is nooit niks. Ah, ja. Maar je moet meer tax betalen, meer belasting betalen. Dat hoort misschien wel, hoor. Ja, want dat is toch nog tamelijk primitief wat jij hier aan doet. Dat is maar een slakkengangetje. Maar in Brussel weten ze dat niet, hè? Ah, ja. Ze weten dat niet, maar ze kon nooit geen zien, hè? Het is te hopen dat ze het nu weten. Hè? Ja, ja, het is te hopen. Dank je wel. We zijn een beetje meer belasting betaald. Ah, dat is goed. Je taal misschien, hoor, zal het dan misschien halen. Is het te verwonderen dat die man wrokkig wordt wanneer hij met de vrucht van maandenlange arbeid, waarde 3 miljoen, zo over de hobbelige straatstenen moet sleuren?